ik zag maar. Maar dacht ik, die is dus Hugo. Liggen! Het is gevaarlijk om niet te gaan showen. Oh, wat doet hij? Yes, 7 teams spelen op dit pleintje 90 minuten lang tegen elkaar. Team met de meeste wins speelt later tegen de Street Captains. Ja, de Street Captains, zij zijn de enigen die deze exclusieve captainsbanden mogen dragen. Maar het team van Ejoep zijn als Street Captains uit de league gestapt omdat Ejoep nu een profcontract heeft bij Feyenoord en zich moet focussen op zijn voetbalcarrière. En dat betekent dat er officieel geen rematch komt tussen het team van Ejoep en Paulo. Wat vindt Paulo daarvan? Ik vind het heel jammer, want juist deze wedstrijd waren we van plan om echt te winnen. Maar uiteindelijk, Ejoep is een goede, echt een goede speler. Maar misschien kom ik er wel in de toekomst weer tegen. En dan of samen in het team of tegen elkaar. Dus ja, het komt altijd goed wel. Ejoep, ik wil je ook bedanken dat je moeite hebt gedaan om tegen mij te spelen. Het was een hele leuke wedstrijd. Nu dat Ejoep niet mee kan doen, kwalificeert niet alleen de nummer 1, maar ook de nummer 2 zich voor de Captains Game. Wie dat gaan worden, dat gaan we nu zien in de komende 90 minuten. Yes, the game is on. Wat gaan we zien? Gaat hij nou zo doen? Golazo! Oh! Mickey, kap de villa. Kap, 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 kap. Paulo aan de bal. Kaboom! Oh, Tiki. Kruis. Kata! Zinedine Zidanos. Zidane met lang haar. Roulette, kap de villa. Oh, Milja Mar, Lorde Damar. Oh, rotonde. Paulo aan de bal. Rotonde. Redondo, rotonde. Oh, redding. Wat een kat, wat een haar. Namo. Wow, wow, wow. Wow. What a touch. Zachte voetjes. Oh, naar de grond. To the ground. To the ground. Oh, die yes, dit waren 90 intense minuten met gekke skills, mooie goals. Wil je alle beelden terugchecken? Kijk dan via fcstraat.com. Daar kan je gratis lid worden en je kan daar ook FC Straat kleding of Touzani kleding bestellen. We gaan nu naar de Captains Game. Deze strijd gaat zich afspelen in Rotterdam tussen FCSW uit Rotterdam-West. Zij spelen dus in hun eigen stad tegen Tilburg-Noord. Zij hebben al 3 keer eerder de captainsbanden omgehad. Ze zijn inmiddels echte legends van FC Straat geworden. Kijk hoeveel fans ze nu al hebben. FCSW speelt in het zwart en Tilburg Noord speelt in het rood. Wie deze wedstrijd wint, krijgt de captainsbanden en een prijs van €250 per persoon. De mannen warmen zich op voor de rematch. De vorige keer was het echt super spannend. Paulo, gaat zien jongen. We zullen het zien. Hey Paulo, hebben we nu! Kom op Paulo! Als Paulo pakt! Is hij L? L? Ze zijn klaar voor de wedstrijd. Gaan ze dit keer wel winnen en verdienen zij deze rematch? Ik denk het wel. Als je kijkt op basis van de FC Straat League dat we elke keer tweede zijn geworden. Ik denk dat dat wel verdiend is dan. De wedstrijd van vorige keer tegen Paulo, we eigenlijk moeten winnen. Ja, moesten jullie die eigenlijk winnen? Ik vind het wel. Veel kans gekregen. We gaan het vandaag goed maken. Paulo, kijk uit van deze keer. Want deze keer gaan we wel die band pakken. Ja, ze mogen praten. Vorige keer hebben ze ook al gegeven. Dus we zien het vanzelf. Het zijn alleen maar mentale spelletjes die we met ze spelen. Trouwens, als kijker maak je ook kans op een mystery box, dus blijf tot het einde kijken. De winnaar van de vorige aflevering ga ik nu bekendmaken. Diegene heeft FC straatnummer 37574. Zijn naam is Ashraf Abba. Veel plezier met de spullen van de FC Straat Shop. We gaan nu terug naar de Captains Game. Hey boys, wacht. Hey, Erik. Ja, het is toch lastig, maar kom. We moeten niet ervoor zorgen dat hun hoop krijgen. Scherp beginnen, iemand fout maakt en je krijgt commentaar. Gewoon accepteren, zeg sorry en dan gaan we deze winnen, ja? Kom aan boys! Mijn naam is Jason, mijn specialiteit zijn acties en snelheid. Ik ben Sati, ik ben 14 jaar oud, specialiteit is verdedigen. Ik ga ze opeten. Mijn naam is Beton, ik ben 15 jaar oud, mijn specialiteit is 1-op-1. Ik ben Lucendri, specialiteit zijn verdedigen. We zeiden dat we terug zouden komen en we zijn nu terug, dus we gaan zien wat gaat gebeuren. Ik ben Naim, ik heb een goede techniek. En Paulo, kijk uit van deze keer, want deze keer gaan we wel die band pakken. Ik ben Tijmen, mijn specialiteit is zijn overzicht en passen. We gaan zien wie vandaag de banden gaat krijgen. Ik ben Swa en mijn specialiteiten zijn scoren en dribbelen. En ik hoop dat ik mijn debuut mag maken. Ik ben Ali, mijn specialiteit is kracht. Ik hoop dat het een leuke finale wordt. Ik ben Paul Silva, jullie kennen me waarschijnlijk al. Mijn specialiteiten zijn afmaken en verdedigen. Ik ben Nabil, mijn specialiteiten zijn techniek en ik heb een goede 1-op-1 actie. En dit gaat een leuke finale worden. Ik ben Shoriano, mijn specialiteiten zijn 1-op-1 en acties maken. En de banden zijn weer terug van ons. Ik ben Adilson, mijn specialiteit is 1-op-1. Wij mogen de beste winnen.
Yes, 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 yes. De strijd om de captainsbanden gaat zo meteen beginnen. Ze gaan nu eerst pispoten om te bepalen wie de bal mag kiezen. Rood of wit? Luciandri, Paolo, let's go. Jullie mogen kiezen. De witte bal. Boys, laat je horen! Wow, 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 wow. Oké, geef elkaar een box. Zoals ik altijd zeg, de game is on. We gaan beginnen met de shootout. En die telt ook gelijk mee. En we hebben een special guest. Die ga je zo zien. Wie van jullie heeft strijder gezien? Ja, natuurlijk. We hebben hier... Dylan heet hij in de film, in het echt heet hij Mike. Hier hebben we Yusuf in de film, in het echt heet hij Anwar. En we hebben Kais, die we laatst hebben gezien bij onze matchday. Hebben jullie er zin in of wat? Ja. Oké, laat weten in de comments of je een voetbalchallenge wil zien van Koen Zitoun, Mike, Anwar en ik. Laat weten in de comments, in een andere video ga je dat dan terugzien. Kais, heb je er zin in? Ja. Hoi, voor wie ben je? Nee. Voor rood. Ah, ja, ja. Twee papier schaar. Om te bepalen wie er als eerste gaat beginnen. Alright. Ga je beginnen of laat je beginnen? Oké. Nabil gaat als eerste de shootout nemen. Het is een heel belangrijk moment. Met de hand tegen Nabil. Nabil! Go! La! Zo! Naïm. Voor de boys uit Rotterdam. Naïm voor 1-1 tegen Paolo. Paolo kopt hem! Paolo is helemaal loco! Ja? Dat is toch wel actie op snelheid. Hij heeft trouwens zijn haren niet gedaan, maar dit is echt Mike. Hè? Dit is echt Mike van de film Strijder. 3, 2, 1, we zijn begonnen. We hebben. Kijk eens. Salty, hè? Salty is de nieuwe. Oh, hij is rustig. Kijk eens, mooie techniek hoor, Nabil. Hij tegenover Salty. Bal is achter. Juliano. Oh, tegenover Tijmen. Juliano is weg. Juliano is weg. Maar dan, Luciandri. Wat een redding. Wat een redding. Die keeper is niet normaal. Hij wordt door iedereen onderschat. Adilson is erin. Luciandri net tegenover Nabil. Adilson is gevaarlijk. Hij moet die bal beter wegschieten. Paolo blijft ook rustig. Nu dan. Doelpunt. Hey Nabil, probeer uit te zakken voor Adilson dat hij aankoopmogelijkheden heeft. Dit is mooi gedaan door Nabil. Wat is dat? Wat een combinatiespel. Bal achterloos nog met een hakje en dan een golazo. Dit is echt gestoord. Dit is para. Meter hang. Paolo. 3-0! 3-0! Paolo zegt let's go! Paolo! Meter hang. Ga eens voetballen man, ga niet altijd lang trappen. Oeh, wat een slimme bal. Hij moet hem gewoon met zijn rechter laaien. Maar hij brengt hem toch niet. Het is wel gek wat hij daar probeerde. Dat was een gekke panna geweest, maar ja. Dit is een dunne lijn tussen dat het wel lukt en niet lukt. Ja, nu moet je gaan. Nu moet je gaan. Weer man! Adilson! Speelt hem rustig terug. En nu! Nu! Dat zit hij dan nog? Oh ja, 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 ja! Paolo! Paolo springt. Luciandri, niet normale actie. Een Chiffelinho noemen we dat. Hele cool! Oh, oh, hey, klopt. Het helpt niet. Als je indribbelt, moet hij geraakt zijn. 1-1. Dit is wat Paolo wil. Dit is wat Paolo wil. Dit is precies wat Paolo wil. Dit is die wat hij wil. Wow, 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 wow. 1-1. Wat gaat hij doen? Wow, 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 wow. 2-6. 2-6.
Nee, kijk eens, hij ziet het. Maar Paulo ziet het ook. En we krijgen een time-out. Als Paulo aan de bal is, dubbelen. Dubbelen als hij aan de bal is, kom eronder. Eentje houdt hem vast van achter, gewoon je handen laten zien. En die andere komt terugschakelen, pakt er van voor. Ja. Als we de bal hebben, uitspelen. We hebben genoeg kans gehad. Ik ga de zijkant terugleggen. Ik ga eruit, Santi, ga erin. Grauw. Nee, zet even druk, volle druk, Jay. Zullen we niet scoren? Hou het 3-1, score snel 3-2. Juliane, wat jij doet achterin is goed, maar niet te veel, ja? Paulo, je moet gewoon laaien. Mag toch hier ook een kans zijn? Iedereen toch drinken. Heerlijk. Nebio, je bent goed bezig. Ik kan beter. En Nebio, kijk uit met die dribbles achterin. Ja, want zijn al twee keer balverlies, hè? 100% kansen. Nebio, je kan zo makkelijk naar binnen dribbelen. Doe dat. Eens doen. Paulo, begin daar. Wow. Wat doet Paulo daar? Hij krijgt die bal, is op sterren. Hey, kom aan, dobbel nog. Counter. 4-1, Paulo is weg. Paulo is weg. Doet hij, kleeft gewoon die bal aan hem. Wat een bal! Scherp, hongerig. Paulo, ja, speelbaar. Oh, gevaarlijk dit. Gevaarlijk. Sand, punt in de punt voor die man. Juliano is dus terug in het team. Paulo is weer fit. Denk je dat ze nu kans zouden maken tegen het team van EU? Laat weten in de comments. Jay. Kun je altijd pakken met deze. Oh, Juliano. Ik kan Juliano nooit volgen. Mama, voor jou, mama. 5-1. Ze hebben het echt op hun heupen. Oei, ik zie toch wel graag een aansluitingstreffer. Oh, hij gaat gewoon slepen. Oké, ze gaan wel showen nu. Maar het is gevaarlijk om nu te gaan showen. Wat doet hij? Maar het is gevaarlijk om nu te gaan showen. Wat doet hij? Je speelt mentale spelletjes, maar laten we nu gewoon stoppen. Ja? Het is klaar. Van welke ben jij? Ik ben een beetje gewoon niet trouw. Ik ben niet echt voor één. Ik ben gewoon aan het genieten gewoon van allebei de partijen. Welke goal voor het mooiste? Van Nebel, de eerste goal. Pas op voor elkaar. En nu dan? Hij moet mee, Lucendri. Anders is het 1-1. Wat een redding! Hij heeft hem wel echt. Ik ben echt fan. Madan, klem. Paulo heeft olifantenlongen. Hij blijft rennen. Nee, met het. Oh, kapbeweging. En dan? Net niet steeds hoor. Net niet. We willen de spanning terugzien. Paulo. Oh,
Ze komen terug. Ja? Ja. Anwar zegt ze komen terug. Volgens mij komt hij uit Rotterdam. Ja. Kan je dat niet horen dan? Trouwens, bijna heel Strijder is in Rotterdam opgenomen. Onze city, Rotterdam. Lucendri. Lucendri. Go, go, Gadget Lek. Dit was wel... Hallo. Via de keeper. Dat telt hij. Als hij in één keer erin gaat niet, maar via de keeper telt wel. Het is 5-3. Het is 5-3. De game is weer aan. De game is heel erg aan. Flame on. Dalsing. Oh. Achter de bord. Hey. We hebben een time-out. Ja, we krijgen een time-out. Ja, steek man. Hou met dan nu eruit. Zometeen. Nee, nu 5 minuten. Ga erin, Sand. Ja. Sand, keeper. Ik kan er niet uitkomen. Nee, maar wel goed opgezand. Hé, we worden steeds sterker, man. Hé, als nog de laatste 2 minuten is, komt Ali erin uit. Ja, je moet omschakelen. Heb je ook. Kom maar. Vind je het in het echt nog spannender? Of op YouTube spannender? In het echt, hè? Ja, bijna 5-4. Dit is gevaarlijk. Oké, kunnen we weer een pleister gaan regelen? Hey. Zie je wat er gebeurd is? Zie je wat er gebeurd is? Juliano. Juliano. Oh, er is een wissel. Santi is op goal. Ze spelen nu met een meevoetballende keeper. Weet hij dan ook dat hij niet over de helft mag? Weet hij dat? Santi, je mag niet over de lijn, hè? Ja! De keeper scoort! 5-4! Wow. Maar dit is dus een gouden wissel. Is het echt 5-4? Noem maar dit een gouden wissel. Is het echt 5-4? Het is 5-4. Het is echt 5-4. Maar ik vind dan een gouden wissel. Dit is tot nu toe een gouden wissel. Want er staat 5-4. Say no more. Wow. Wow! Op het belangrijkste moment komt Paulo en maakt gelijk 6-4. Een super belangrijke goal. Direct nadat ze 5-4 maakten. Tijmen, hij moet het zien. Shoot! Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Ja, shootout. Ja, shootout. Hij trekt hem. Ja. Paulo gaat zonder handschoenen keeper. Ja! Eerste keer dat er bij Paulo als keeper wordt gescoord. Door zijn benen. Super slim. Het is... 6-5. Lucendi krijgt hem terug van Santi. Dit is slim. Hele gevaarlijke bal. Oh! Ik was stil. Doorspelen zegt de scheids. Niet zeuren, voetballen! We zijn aan het genieten hier! Bang! Oei, oei, oei. Ben je mijn geschreeuw niet zat? Nee. Ja. Allee, Paulo! Ja, shootout. Eerlijk is eerlijk. Hij is wel een voordeel geven. Ja. Uitkomen. Goed van de scheids. Paulo heeft serieus last. Nabil gaat de shootout nemen. Oh, dit is gevaarlijk dit. Dit is gevaarlijk. Nog nooit eerder is op dit veld zo'n wedstrijd gespeeld. Wat dacht je dat hij wou doen? Dat is echt slim. Alleen de uitvoering iets minder. Ik hoor ze niet meer. Wij zijn dom genoeg. 7-5. 7-5. Dat is wel 2 ballen in het veld, toch? Dat dacht ik ook. Paulo Lucendri, daar zit. Pas op. Wow. Pas op. Wat doet hij? Het was wel een beetje een scrimmage, maar hij is de koning van de scrimmage. Wat een redding! Deze redding was niet normaal. Bro! Herhaling! Keeper heeft bloed! Oké, hij wil door. Allebei, ik wil een herhaling van die regel. En nu dan? Nasje! Ja!
Oei, hallo! 7-6, sorry. Is het 7-6, ja? Ja. Je ziet aan Paolo dat hij moe is, maar bij hem... Hij tovert opeens een nieuwe long. Let maar op. Dit is niet normaal. Nee, gevaarlijk! Gevaarlijk! Let op! Wat een redding! En nu? Wat is dit? Paolo! Paolo! Wat doet hij? Wat doen zij? 8-7! Oh, sorry, 8-6. Ja, het was die redding natuurlijk. Maar ik hou dit niet vol. Mijn hart. Nu dan. 8-6, is dit de finale klap? Paolo in de achtervolging van Santi. Andere kant, zie Tijmen, alleen iets te lang. Paolo! Danga, ga Danga! Ga Danga! Wow, 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 wow! Wow. 20 seconden, blijf staan! En Sohel gaat zijn debuut maken! Sohel gaat zijn debuut, hij maakt zijn debuut! Oh, zo. Ballen, ballen. Dat is de ballen, ballen. Hallo, wie zijn wij? Lekker! Lucendri, op een gegeven moment werd het vurig. Jullie kwamen terug. Waar ging het mis? Ik denk beginfase. Starten niet scherp. Daarna komen we goed terug, denk ik. Op een gegeven moment keeper zelfs eruit. Op de aanval helemaal. En daar kwamen denk ik de laatste paar goals uit. Maar voor de rest, ik denk dat gewoon dat we niet scherp begonnen. Wat gebeurde tussen jou en Paolo? Ik had niet helemaal door wat er gaande was. Ja, het was eerst zeg maar een duel met Seriano volgens mij. Had ik een beetje met hem een soort iets. Daarna kwam hij opeens. Hij is gewoon goed gekomen, toch? Sorry man. Ik was tijdens de wedstrijd voor, ja. Goed gespeeld, jullie hebben echt goed gespeeld. Zeg je nu sorry voor camera of zijn jullie straks ook matties? We zijn gewoon goed met elkaar, altijd. Tijdens de wedstrijd was ook met Eyoub. Goed gespeeld. Ja, ja, ja. De banden zijn weer terug bij Tilburg Noord. Dit was hun laatste wedstrijd bij onder 15. Ze krijgen van voetbalshop.nl €250 aan voetbalspullen. Jij kan ook een mystery box winnen. Zorg ervoor dat je lid bent van FC Straat, want wij verloten de prijzen onder onze leden. Dit was jouw laatste wedstrijd in de FC Straat League, als het goed is. Neem me mee, wat is er allemaal gebeurd en wat wil je zeggen? Ten eerste, ik wil iedereen bedanken, alle fans die voor mij waren. En ook Touzani, dat ik voor me heb kunnen spelen, dus dankjewel nog. En ik heb nog iets om te laten zien. Ik vind dat wij als team zijn dat Tilburg Noord als echte kampioenen zijn geëindigd. Oké, say no more, say no more. En nu moet jij het overnemen. Hoezo, nu moet jij het overnemen? Oh, zo. Nu gaat hij het overnemen. Zo, hij dacht dat hij moest spreken, maar hij bedoelt, jij bent zeg maar de opvolger, begrijp je? Om Tilburg Noord te representen volgend jaar in de league. Vind, wat is er gebeurd allemaal? Ja, het is gek man, heel deze journey gewoon is gek man. Wij komen daar aan in Ahoy, spanning, niemand kende ons toen nog. Iedereen, wij werden een beetje onderschat. Daarna, wij wonnen die eerste wedstrijd, tweede wedstrijd ook gewoon. Is iedereen fan van ons geworden? Ik ben echt blij dat ik hier heb kunnen spelen. Zonder dit zou mijn zelfvertrouwen wat minder zijn. En ik ben echt blij. Ik heb tegen de beste goal gespeeld van mijn leeftijdscategorie. En ja, ik wil tegenstanders ook bedanken voor goede weerstand. En ja, verder resten. Ja, we nemen gewoon de winst naar Tilburg Noord. Laatste wedstrijd van Tilburg Noord en Paolo in het bijzonder in de FC Straat League. Ik wil nog één keer een groot applaus en respect voor de boys uit Tilburg Noord.